Hello everybody and welcome to a new video. Today we're doing an interview with Wendy for a series called My Job As. Not only she is a manager but also has 5 companies. Guys, we're going to do this in Dutch, so if you're not Dutch, please turn on your subtitles. Wendy, ik heb je een kleine introductie gegeven, maar kan je wat over jezelf vertellen? Ja. Nou, Wendy. Wendy, ja. Inderdaad, 5 bedrijven inmiddels. Veel te veel. Nee, hartstikke leuk. ja, vrij ambitieus, maar dat denk ik ook wel. Ja. Dat die 5 bedrijven dat ook wel vertellen. Ja. Wat doe ik allemaal? Dat vind ik altijd wel lastig uit te leggen. Ja. Ik moet ook zeggen, ik ben super zenuwachtig. Dat mag ik gewoon vertellen. Niks. Ja, tuurlijk. Geloof me, ook ik ben elke keer nog zenuwachtig. Het is echt totaal niet mijn ding. Nee. Ik vind het echt heel verschrikkelijk. Ik heb er echt van wakker gelegen, maar het geeft niet. Want daarom werk je achter de schermen. Precies, ja. Dit is echt wel gewoon een bevestiging weer van mezelf dat ik op de juiste plek zit. Absoluut. Maar ik vind het wel ook gewoon heel vet om wel aan mensen te kunnen laten zien wat ik dan daadwerkelijk doe. Ja. Maar goed, dat is eruit. Misschien helpt dat ook dat ik dat even benoemd heb. Wie ben ik? Wendy, 33 jaar inmiddels. De meeste in de scene, of veel in de scene, noemen me ook wel mama Wendy. Ik ben ook wel een beetje een mama. Ik ben altijd een beetje bezig met zorgen voor iedereen, iedereen helpen, dat soort dingen. Dus ja, dat past ook wel een beetje bij me. Ik ben manager, artiestenmanager, maar ook labelmanager. Ja. Van inmiddels van 3 labels. Common Records, Apex Records en Spoontech Records sinds 2 maanden nu. Ja. Dat is volledig nieuw, dus dat moet voor mezelf ook nog heel erg wennen. Maar super vet om te doen. Dat is het wel een beetje, denk ik. Ja, nou laten we daarmee beginnen dan. Ja. Je bent begonnen met Upcoming Records. Hoe ben je überhaupt in de hardstyle terechtgekomen en dat je dacht van nou, we gaan een label starten? Ja, nou eigenlijk ben ik begonnen met Upcoming DJ Management. DJ Management, sorry. Ja. Ja. Vanuit daar is eigenlijk ook de rest ontstaan. Ja. Ik heb altijd in de horeca gewerkt, als manager zijnde. Ik heb 5 jaar een eigen vestiging gehad van Laplace. Okay. Daar gewoon eigen mensen ook gehad die ik zelf mocht aannemen, zelf mocht inwerken, dat soort dingen. En ik had een relatie met een artiest, 10 jaar lang. En eigenlijk heb ik bij hem het hele proces gevolgd. Van beginnen produceren in de slaapkamer, tot uiteindelijk tekenen bij een groot label. En vervolgens draaien in het buitenland en op Defcon en Decibel en dat soort dingen. En ik was eigenlijk altijd mee en ik deed altijd heel veel voor hem en met hem op dat gebied. En toen gingen we uit elkaar en toen dacht ik, ja, het is voor ons allebei beter om uit elkaar te gaan. En we zijn ook gewoon goed uit elkaar gegaan, maar dit is wel wat ik mis. Dit is eigenlijk zo erg mijn passie dat ik het gewoon mis. Voordat ik hem leerde kennen ging ik zelf altijd al naar feestjes. Ja. Ik was 14 dat ik naar Mr. Lent ging. Ik was 16 de eerste, dat was daydream. Ja. Ja. Ja, echt wel heel jong. Ik heb mijn oog uitgekeken daar. Half naakte mensen allemaal. Heerlijk als je 14 bent. Ja, dat is echt wel wow. Dat is echt heftig. En daarna eigenlijk altijd wel bezig geweest met hardstyle. Met vrienden die cd'tjes brandden toen de tijd. En die toen ook gingen draaien en gingen optreden. Nou ja, goed, toen uiteindelijk met mijn ex. En toen miste ik dat heel erg. En toen dacht ik, ja, wat kan ik hier nou precies mee? En toen leerde ik een jongen kennen en die had super fantastische ideeën over een evenement. En die zei, joh, ik wil een evenement doen, maar kan ik niet zonder, of kan ik niet alleen. En jij hebt connecties en jij bent echt een regelaar, dus wil je dat met mij doen? Ja, kunnen we ook ietsje doen. Ja. Maar goed, dat ging iets sneller dan gedacht, want toen werd Craft Festival, zou in Alkmaar zijn, werd afgelast. Ja. En binnen 2 weken zou dat zijn en wij gingen een vervangend evenement organiseren. Binnen 2 weken. Oeh. Ja, het was best wel heftig. Het was wel heel leerzaam en echt heel tof om te doen. En ik zei, weet je, dat wil ik doen. Maar ik wil een talent stage. Want ik ken zoveel jonge jongens hier in de omgeving. Mm-hmm. En die verdienen ook een podium. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Ik heb wat mensen zelf gevraagd voor de talent stage. Maar ook die artiesten weer gevraagd van, kennen jullie nog jongens die het verdienen om op zo'n podium te staan? En daar kwam eigenlijk mijn eerste artiest, Restless. Die heette toen nog DJ Newhart. Fantastische naam. En ja, ik zag haar en ik dacht, wauw, waarom kent niemand jou? Ja. Je moet gewoon groot zijn. Toen had ik best wel heel veel vrije tijd. Dus ik zei, joh,
mag ik niet eens kijken of wij iets kunnen doen voor elkaar? Nou, toen zijn we eigenlijk zo samen gaan werken. En nieuwe naam, nieuwe logo, pressfoto's, merchandise, hele branding omgegooid. En dat ging eigenlijk steeds sneller en meer. En zo kwamen er ook weer andere mensen naar mij toe van, hey, dat is interessant, kun je dat ook voor mij doen? Nou ja, zo ben ik daar eigenlijk ingerold. Na een half jaar ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Ja. Want ik dacht, ja, weet je, het gaat nu al echt druk worden en ik wil hier iets mee. Nog vanuit een uitkering ook. Dus dat had ik als ondersteuning erbij, gelukkig. En zo ben ik eigenlijk begonnen. En het volgende bedrijf was evenementen. Ja. Daar hebben we elkaar leren kennen. Ja, klopt. Dat ben ik wel inmiddels gestopt, want evenementen organiseren is gewoon heel veel werk. Ik heb pas mijn eerste gedaan en ja. Voel je het precies. Ja, het is echt... Ja. Het is vet leuk, maar het is echt... dan moet je echt wel veel mensen voor om je heen hebben. Mm-hmm. En die als er kennis voor hebben, een hoop geld voor hebben. Dus dat hebben we een paar keer gedaan. Maar dat was ook weer upcoming events om een podium te bieden voor de talenten. Mijn eigen talenten, maar ook weer nieuwe talenten. En toen kwam ik op een gegeven moment op het punt dat de jongens muziek wilden gaan releasen. En toen zochten we labels. En een label zoeken is gewoon heel moeilijk. En je kan heel veel demos insturen. Van sommige labels hoor je niks. Van anderen hoor je van, we gaan deze release niet tekenen. Ja. Maar niet waarom niet. En ik dacht, dat moet anders. Dus toen kwam Upcoming Records. Wat in de markt dan, zeg maar. Ja, dat echt wel, en het was echt wel zoeken hoor. Want mensen zeiden, oh, je kan zo een platenlabel starten. Nou, begin er niet aan. Want dat is echt wel... Het zal het onthouden. Ja, het is echt wel... Nou ben ik ook wel heel perfectionistisch. Dus ik moet ook alles tot in de details uitzoeken. En toen uiteindelijk na een half jaar, drie kwart jaar, toch het label gestart. En met even heel veel tegenslagen ook in het begin dat het misging en dat soort dingen. En nu is echt, de Upcoming Records bestaat nu 2 jaar. Mijn eigen artiesten van het management, zeg maar, die zijn dan inmiddels doorgegaan naar Apex. Maar de Upcoming Records bestaat nog steeds en het is zo heftig dat we nu al tot eind maart volgend jaar volgeboekt zijn. Zo, wekelijks. Ja. Dus zoveel jongens komen nu, ondanks dat de demo mail ook dicht zit, komen al die mensen toch via weer bij mij terecht. Ja. En vette plaat, die gaan we tekenen. En het zijn ook single release contracten, dus iedereen die een vette plaat heeft. En het is echt kwalitatief goed genoeg. En de socials zijn een beetje op orde. Dus, vet, gaan we doen. Ja, want waar kijk je dan inderdaad naar? Inderdaad socials, kwaliteit? Ja, het is wel, kijk, iemand hoeft niet per se duizenden likes te hebben of iets dergelijks. Maar moet wel actief zijn op zijn social media. Ja, precies. Ja. We hebben ook wel eens een plaat gelezen van iemand die had maar 30 likes. En dat is prima, zolang iemand maar actief is. En je weet dat iemand er echt mee bezig is en echt wil groeien. Want dat is waar heel Upcoming voor staat. Ja. Dat je bij ons de eerste stap kan maken en zo vervolgens. We hebben 1 jongen gehad, dat vond ik echt heel erg leuk. Die heeft de eerste plaat bij ons gedaan. Die heeft de tweede plaat bij ons gedaan. En die is nu doorgestroomd naar Heart for Heart. Ja, super. Ja, dat is echt wel goals, ook voor mij, zeg maar. Dus dat zijn leuke dingen. Dat is een beetje het idee achter Upcoming Records. Ja. En ik wil eens door. Dat is helemaal goed, het scheelt mij weer werk. Apex is dan de volgende stap, denk ik. Apex, Apex. Dat is eigenlijk ook wel een beetje vanuit het eigen team weer. Van, Upcoming Records, super chill. Ik heb vooral met de jongens ook heel bewust op heel veel verschillende plekken ook gereleased. Mm-hmm. Van, kijken waar je prettig bij voelt. Ook het bereik verspreiden is natuurlijk goed voor het bereik. En uiteindelijk, er is 1 label waar iedereen naartoe wil en dat is End of Line. Ja. Maar daar kom je gewoon niet zo snel binnen. Dat is logisch ook. Dat is ook goed, denk ik. Ja, zeker. Ja, dat is hartstikke goed, absoluut. En ik ben ook super blij dat ze een rookie EP hebben, want dat biedt ook weer kans voor de jongens. Ja. En voor de rest waren er eigenlijk niet zoveel plekken waar de jongens per se echt zoiets hadden van, oké, dit wordt echt mijn basis. Ja. En het was van, kunnen we niet zelf iets doen? Natuurlijk. Here we go again. En geen nee zeggen, nee. Nee, natuurlijk niet. Nee, kansen moet je altijd pakken. Ja. Dus toen zijn we daar eigenlijk over gaan praten van, we hebben een mooi team. Mm-hmm. Eigenlijk zou het voor mij zakelijk gezien ook stom zijn als ik ze zo aan iemand anders weggeef eigenlijk als het ware. En wat gewoon helemaal mooi is bij Apex is dat, het team is gewoon super sterk. Ja. Ze supporten elkaar, ze helpen elkaar. Het is echt een vriendengroep geworden. Ze kenden elkaar natuurlijk ook al dan via... Van het management. Van het management. Dus uiteindelijk Decibel 2019, vorig jaar,
met het idee gekomen. Mm-hmm. Ook omdat een aantal zich gewoon niet meer volledig prettig voelde bij de naam Upcoming, wat ook begrijpelijk is. Ja. En het uitgewerkt en zijn we maanden mee bezig geweest achter de schermen. Dit logo hebben we overal kenbaar gemaakt. Op posters, stickers, tassen. Stickers is ideaal. Ja, stickers is echt helemaal bom. Ja, op een gegeven moment ook bij het Gelderdoom. Posters allemaal neergehangen en dat soort dingen. Dus ja, echt heel erg geteased. En toen zijn we eigenlijk in 10 maart zijn we online gegaan. En sindsdien is het echt... Ja. Gaat supergoed. En wat ook wel heel tof is, is dat de jongens hebben ook bij Apex echt volledige muzikale vrijheid. Dat was voor mij ook wel iets heel belangrijks, want dat heb je ook niet bij elk label. Dan moet het een beetje die stijl zijn. En ja, daardoor gaan de jongens ook wel gewoon hun eigen ding doen. En dat is gewoon heel tof. Ja. Ja, dus dat is Apex. Ja, dat is Spoontech. Ja, dat is Spoontech. Ja, dat is pas sinds 2 maanden dat je dat genomen hebt. Ja, hoe is dat überhaupt zo gekomen? Ja. Ik dacht van... Nog een label erbij. Nou, het was niet per se natuurlijk mijn intentie dat ik dacht, oh, dat wil ik heel graag hebben. Dat is gewoon echt oprecht op mijn pad gekomen. Mm-hmm. En ja, ik ben ook wel zo, als er een kans op mijn pad komt, dan laat ik hem ook niet zo naar gaan. Ik kende de jongens bij het label, de artiesten kende ik ook al goed. Mm-hmm. Werkte ook al een beetje samen met ze op sommige gebieden. Dus ja, het kwam op mijn pad en ik dacht van ja, dit moet ik gewoon doen. En het is ook wel gewoon heel eerlijk, door corona zijn natuurlijk minder boekingen en dergelijke. Dus het is niet dat ik zeeën van tijd had op dat moment, maar ik dacht wel, ja, door corona kan ik hier ja tegen zeggen. Ja, gewoon een nieuwe kans creëren op zo'n moment. Zeker. Ja, zeker. Het mooie is ook dat eigenlijk hebben we nu een, 3 labels. Mm-hmm. Je hebt Upcoming Records, talentjes komen daar binnen. Mm-hmm. Is het echt in de Spoontech stijl, dan is het van oké, we gaan je opleiden, we gaan je trainen, we gaan je dingen meegeven, we laten je groeien. Ben je er klaar voor? Ja. Kun je door. En dat is met Apex eigenlijk hetzelfde. Ja. Dus dat is ook wel heel vet met die labels. En zeker omdat Spoontech natuurlijk ook een heel erg eigen sound heeft. Kunnen we daar ook echt mensen voor trainen. Om dan ook echt klaar te zijn voor het grotere werk. Ja. Zeg maar. Want wat zijn nu een beetje jouw plannen voor iets als Spoontech? In principe, het is voor mij nog super nieuw. Ja. En ik ben echt, het is zo... Het is niet iets waar ik maanden over na heb gedacht of iets dergelijks. Dus voor nu is het gewoon even rustig. Mm-hmm. Vooral even structuur brengen in dingen. Ook een beetje mijn manier van werken in het bedrijf brengen. Ja. Het fijne is ook wel dat we met Spoontech hebben echt een managementteam. We hebben echt ook al 2 jongens achter de schermen die al heel veel doen. Dus eigenlijk hetgene wat ik doe is het een beetje aansturen, begeleiden. Maar vooral ook de extra dingen kan ik nu gaan doen. Mm-hmm. En dat gaan we nu gewoon rustig gaan opbouwen. Ja. Voor volgend jaar staan in ieder geval hele vette dingen op de plannen. Ja, precies. Je hebt nu ook even de tijd, denk ik. Ja. Ik bedoel, corona heeft veel nadelen, maar het geeft ook tijd om dingen op te bouwen, nieuwe kansen aan te pakken. Zeker. Wil je dat op die manier ook ervaren? Want ja, ik kan me voorstellen als je in de scene, ik heb zelf ook ervaren als je in de scene werkt, dat het best wel negatief kan zijn. Maar er zijn ook mensen die heel positief mee omgaan. Ik heb het idee dat jij dat wel... Bij mij is sowieso mijn lijfspreuk everything happens for a reason. Mm-hmm. De jongens zullen zeggen, Ben, zeg je het weer? Ja, ik zeg het weer. Ja. Het is echt letterlijk figuurlijk mijn lijfspreuk. Mm-hmm. Iets staat op mijn rug. Ik denk wel altijd in positiviteit en kansen. Want het is ook, ik ben super blij met Spoontech. Mm-hmm. Maar ik had dan nooit ja tegen gezegd op het moment dat ze nu wel festivals hadden gehad. Dan had ik mezelf echt over de kop gewerkt. Ik zie het als een kans. Dus tuurlijk, ik baal ervan. En heeft het ons even een klap gegeven? Absoluut. Maar ik probeer wel echt heel erg de positieve dingen eruit te halen. Ja. Biedt ook kansen. Ja. Is het voor jou iets makkelijker om te doen om positieve dingen uit te halen? Of is het iets waar je echt toe moet zetten van... Oh nee, dat gaat bij mij denk ik echt vanzelf ook. Ja. Ja, dat zit ook wel in me, denk ik. Maar het is misschien ook wel, denk ik, goed met je role als manager om... Zeker. Ja, dat denk ik ook. Kijk... Het is echt wel zo, ik weet nog dat ik mezelf hoorde zeggen, oké, als Defcon niet doorgaat, dan ga ik echt keihard janken. Ja. En elke keer was het wel van, oké, dit gaat niet door, oké, dit doet zeer, voel het maar even. Maar weet je, het gaat door naar volgend jaar. Of weet je, we kunnen er weer nieuwe dingen uithalen. Ja. Het is ook gewoon heel eerlijk. Ik denk zeker dat Apex, het concept, is gewoon super sterk. Mm-hmm. Het team is super sterk. Maar ik denk dat corona zeker ook wel een stukje erbij geholpen heeft, op het moment dat wij online gingen... Was iedereen thuis? Ja. Was dat op social media? Ik heb nog een Zoom-interview gedaan. Precies. Ja, dat soort dingen. Ja. Dat kon omdat
de jongens thuis zaten. Ja. Anders waren ze misschien aan het werk of druk. Of, had ik er waarschijnlijk ook geen tijd voor. Want precies. Ik ben op mijn opbouw van het seizoen bezig. Ja. Ja. We hebben het net al gehad over jouw positieve insteek. Wat is nou echt een hoogtepunt voor jou tot nu toe? Oeh, dat zijn er best veel. Ja, nou ja, ga je gang zou ik zeggen. Nou, eigenlijk is er heel recent ook eentje. Mm-hmm. En dat zijn ook wel van die momenten dat je weer even met beide benen op de grond wordt gezet. Want ik ben ook wel zo'n persoon dat ik echt ga. Ja. En dan wil ik wel dingen echt bewust meemaken, maar omdat ik zo in een flow zit dat ik het niet eens bewust meemaak. Mm-hmm. En dit was echt wel zo'n moment dat je... van de week kreeg ik een berichtje van een jongen die ons al van het begin af aan volgt eigenlijk. Een jongen uit België, het Franse deel van België. Zijn vriendin die heeft pas al een kleiëkstatoeage laten zetten. Nou, dat vond ik al heel heftig, maar ik weet ook dat ze heel erg fan van hem is. Dus dat is natuurlijk gewoon super gaaf. En hij heeft dus nu een Apex-tatoeage laten zetten. Dat zag ik op Facebook voorbij komen. Ja, dat ik echt dacht, wow, dat is echt wel heel heftig. Super vet. Mm-hmm. Echt wel heel vet. Ja. Echt ook wel gewoon super dankbaar daarvoor. En toen vervolgens stuurde hij er nog een foto achteraan. Hij heeft ook een upcoming-tatoeage laten zetten. Ja, dat was echt wel heel intens. En toen zei ik, wow, wat heb je gedaan? Ja, ik was echt helemaal gechoqueerd gewoon. En toen zei hij, weet je wat het is? Ik volg jullie en jullie zijn gewoon onderdeel van mijn leven. Als mede, jij zelf ook. Ja. Nou, ik las dat en ik moest zo hard huilen. Want dan word je echt wel gewoon even, dat is dus ook wat je kan betekenen voor mensen. Ja, en dat is iets wat je denk ik niet altijd door hebt. Zeker niet achter het scherm. Nee, daar ben je ook niet mee bezig. Nee. En daar was het voor mij ook wel echt, dat was echt een hoogtepunt. Ja. Want ik was er echt van slag. Ja, gewoon echt een weer van, zo intens. Maar echt wel heel vet. Ja, dat is echt wel een heel recent hoogtepunt. Hoogtepuntje van vorig jaar was zeker wel een weekend Finland met team. Ja, super tof. Ja, dat was echt heel gaaf. Ik vind het altijd wel spannend, want weet je, dan leer je iemand kennen die zoiets doet. Ik leerde hem kennen op een bootfeest. Mm-hmm. Hij zei, ik wil zo'n feest doen en ik wil jouw hele team. Toen zei ik, vet, gaan we regelen. Maar goed, weet je, je moet maar afwachten. Gebeurt het dan ook? Dat ook nog, ja. Nou, uiteindelijk gebeurde het toch. En dat was echt heel gaaf. We zijn het hele team met vliegtuig geweest. Met uitzondering helaas van een van de artiesten, want die werd bijna papa. Ah, goed, je kan hier ook wel bij zijn, zeker weten. En we kwamen daar aan en hij had ook wel eens gezegd, ik ga een villa huren. En toen dacht ik, we zien het wel. Nou, hij had oprecht een villa gehuurd. Ja. Drie lagen villa met een sauna en een bubbelbad en alles erop en eraan. Ja. Dat is echt wel, en vooral gewoon heel erg leuk, want dan heb je echt wel teambuilding. Ja. En dan mag je ook nog eens draaien daar op een heel vet podium. Dus dat was ook wel voor mijzelf, maar ook voor de jongens, denk ik echt wel een heel groot hoogtepunt. Ja, dat geloof ik. Ja. Ja, en dan de line-up voor DEFCON van dit jaar. Is natuurlijk nu niet doorgegaan. Ja. Maar goed, geeft niet. We hebben nieuwe kansen. Ja. DEFCON is voor mij zelf ook wel een persoonlijk ding. Mm-hmm. Dit zou mijn 14e keer DEFCON zijn. Ja. En op mijn 14e keer had ik niet 1, maar 5 van mijn eigen artiesten daar staan. Ja. Dus dat was echt wel heel echt goals gewoon. Ja, precies. Maar goed, geef niet. Ik heb erom gejankt. Natuurlijk heb ik erom gejankt. Snap ik. Maar volgend jaar ook mooi, 15e keer. En dan staan mijn jongens er gewoon. Precies, dat is gewoon super vet. Daarnaast natuurlijk ook Spoontrek erbij. Dus niet alleen de Apex jongens staan daar, maar ook Spoontrek jongens. Ja. Dus dat is gewoon echt wel, echt heel tof. Ja. Je hebt vast een dieptepunten. Zeker. Wat is nou wat je denkt van, dit is een dieptepunt dat ik heb gehad en ook hoe je ervan geleerd hebt, zeg maar. Want ik neem aan dat je er ook iets uit meeneemt. Ja. Sommigen kan je niks aan doen, anderen is misschien wel meer dat je denkt van, had ik anders moeten aanpakken. Zeker. Er zijn niet mega dieptepunten geweest. Ik denk dat een dingetje sowieso wel is als je eigen bedrijf start, een stukje financieel. Ja. En dat is in het begin zeker moeilijk en zeker nu met corona opnieuw moeilijk. Maar daar ben ik wel altijd van bewust van, ik heb die keuze zelf gemaakt, dus ik kan bepaalde dingen nu niet. Ja. Maar uiteindelijk wordt het ook beter en uiteindelijk ga ik straks gewoon lekker al die leuke dingen wel doen die ik dan wel weer kan. Dus natuurlijk dat is wel een dieptepuntje. En ik denk zeker ook wel corona, ondanks dat ik er ook wel heel positief in sta. Ja.
is het zeker wel, dit zou ons jaar moeten worden. En dat hoor je zoveel hè, van mensen. Van 2020 zou het jaar moeten worden. Ja, ik zou volgens mij 4 keer naar het buitenland gaan. Waarvan ik echt dacht, wow, ik heb nog nooit terug gevlogen in een jaar. Ja, dat soort dingen. Maar goed, weet je, dat hoort er ook bij. En nou, wat ik al zei, weet je, dat biedt ook weer nieuwe kansen voor andere dingen. Heb ik echt grote fouten gemaakt of iets dergelijks? Nee, niet per se. Ook niet, ik vind wel, je moet fouten maken om te kunnen leren, om juist weer ook te kunnen groeien. Zijn dat fouten geweest, is dat ik dan misschien net iets te enthousiast ben geweest. En op iemand ben afgestormd of iets dergelijks. Dat ik af en toe denk, Maar ik ben altijd wel heel erg bewust van, oké, dat was misschien niet zo tactisch. Dat ga ik volgende keer nog anders doen. Ja. En dan evalueer ik daarna weer van mezelf. En dan is het ook weer goed. Ja, precies. Ik heb gelukkig nog niet hele heftige dieptepunten gehad. Even afkloppen. Staat hier aan tafel. Ja. Je doet best wel veel. Dat hebben we al gehoord net. Hoe ziet voor jou een week eruit? Ik kan me niet heel goed voorstellen. Like, hoe doe je alles in één week en tegelijk? En hoe manager ben je? Maar hoe manage je dat? Ja, dat is best wel... als je me vraagt, wat doe ik nou precies in de week? Dat vind ik best wel heel lastig uit te leggen ook. Eigenlijk ben ik vooral gewoon de hele week aan het regelen. Ja, dat is gewoon mijn werk. Manager. Regelen, achter mensen hun kont aan zitten, mensen hun schop onder hun kont geven, dat soort dingen. Dat is ook heel leuk aan mijn werk. Ja, hoe ziet mijn week eruit? Ik werk sowieso 6 dagen per week. Zondag is... probeer ik echt als mijn vaste dag te houden. Tot mijn vaste vrije dag. Dat weten de jongens uit het team ook. Van joh, op zondag kan ik best appen, maar reageert ze of veel later of misschien wel niet de volgende dag. Mm-hmm. Dat kan. Ja, voor de rest is het echt wel 's morgens, middags, 's avonds. In het weekend doe ik ook vaak evenementen. Dus dan ben je ook wel vaak lekker onderweg. Dat vind ik heerlijk overigens ook. Ik sta heel vroeg op. En dat is niet omdat ik mijn wekker vroeg heb, maar mijn interne wekker gaat altijd heel vroeg. Oh ja, ik ben echt tegenovergesteld. Ja, nee. En ik vind het ook echt lekker hoor. En ik denk ook dat ik echt maar gewoon 6 uur slaap nodig heb. Ja. Dat is super chill. Ik ga om 12 uur naar bed, kortom 6 uur wakker. Dan ben ik pling aan. En dan ga ik naar beneden, pak mijn laptop en dan ga ik aan de gang. Ik heb een standaard app waar ik gewoon to-do-lijstjes heb. Mm-hmm. Met elke artiest en elk label, afvinklijstjes. Voor de techno's, welke app? Asana. Het is echt top. Het is echt, ik heb daarmee leren werken. In het begin had ik nog je kan het daar nog zien. We zitten op kantoor en in de kast heel veel kladblokken. Vooral heel veel lekker ouderwets weer een kladblok. Oh, maar dat vind ik heerlijk hoor, dingen opschrijven. Ja, het is ook gewoon vooral dit. Ja. Dat afstrepen. Ja. Dat geeft ook wel gewoon een bepaalde rust in je hoofd. Mm-hmm. Maar ik ben met die app gaan leren werken. Dankzij iemand anders. En dat is gewoon echt top. Dat helpt echt wel. En omdat ik ook samenwerk met bijvoorbeeld nu net een nieuwe stagiair. En die kan ook in Asana. Dus die kan ook zien van waar we zijn. Met het managementteam van Spoon. Hebben we per release ook een afvinklijst. Zij weten van oké, dit is mijn taak. Dan kan ik afvinken. Dan weet ik ook oké, dat is ook gebeurd. Ja. Dus de communicatie online is veel prettiger ook. Wat doe ik dan? Ik heb heel veel meetings met artiesten. Tegenwoordig nu door corona natuurlijk heel veel online. Ja. Voorheen ging ik ook echt naar de artiesten toe. Was ik echt wel een paar keer per week op pad. Nu is het voornamelijk heel veel online. Mm-hmm. Voor de releases heb ik contact met de artiesten. Ben ik bezig met de artworks, de video's. De distributie. Dan voor het management ben ik bezig met de muziekrechten, plannen maken, nadenken over oké, wat is onze volgende stap en niet voor volgende maand, maar over een half jaar, dat soort dingen. Lastig. Ik vind het echt heel moeilijk om te vertellen wat ik precies doe, want dat is gewoon heel veel en ik kan het niet zo opschrijven. Nee, maar ik denk dat je veel door elkaar doet. Ja. Je bent met het ene bezig en dan komt het andere. Dat is het ook wel. Weet je, ik denk wel eens, die middag doe ik echt Upcoming Records. Maar zo werkt het gewoon niet. Zo werkt het niet. Dan ben ik net even een uurtje bezig voor Upcoming Records om wat dingetjes te regelen. En dan ineens, dan komt er een berichtje binnen van die. Dat is ook lekker als je vroeg opstaat hoor. Dat is lekker rustig. Ja. Dus de eerste uurtjes doe ik eigenlijk altijd met boekhouding. Of van die invul dingetjes waar je echt even concentratie voor moet hebben. Dus ik echt smorgens vroeg. Dus lekker stil op de app. Ja, en dan daarna gaat de app aan. En dat blijft gaan de hele dag. Ja. Vragen vanuit de jongens. Vragen vanuit andere mensen, video's regelen met onze videojongen, designs, artwork te regelen met onze artworkjongen, met de stagiaire contracten hebben die nu nieuw is. En zo
Ja, zeg maar eigenlijk, ja, ben ik gewoon de hele dag zoet. Ja. En dan denk ik wel eens van, nou oké, okay, nou, het lijstje schiet lekker op. En dan komt er weer een hele rij nieuwe dingen bij. Ja. Ja. Ja, je kijkt er ook heel blij mee. Want volgens mij ben je hartstikke gelukkig van dat je dat door kan. Ja, dat is wel. Ik ben ook gewoon echt een workaholic. Dat scheelt, denk ik, een hoop. Ja. Nou, het is gewoon echt, ik word wakker en ik denk, yes, ik mag weer aan het werk. Ja. Hoe vet is dat? Ja, nou, dat maar dat komt ook omdat je natuurlijk een baan hebt waar je van geniet. Ja, wat je passie is. Ja, zeker. Dus M in de muziek, van waar ik al heel lang heel erg hou. Daarnaast mag ik gewoon met jonge jongens werken en die echt opleiden, echt managen. En ja, samen ga je een pad bewandelen. Ja. En ja, wordt een artiest gewoon groter en gaat een artiest dingen doen. Ja, dat is gewoon super vet. Ja. Het is echt wel heel tof om dat proces samen te doen, zeg maar. Ja, even mensen die nou denken van, oh, dit is echt wat voor mij. Dat vind ik super tof. Ook jonge meiden bijvoorbeeld die graag in deze scene willen werken. Wat is jouw advies? Wees altijd jezelf. Heel belangrijk. Mm-hmm. Volg je gevoel. Ook heel erg belangrijk. En laat je vooral ook niet uit het veld slaan. Nee. Dat ik net begon met upcoming DJ management, was ik eigenlijk, werd ik gewoon niet serieus genomen. Nee. Want ik eigenlijk gewoon belachelijk gemaakt. Van, oh, weer zo'n chick die denkt wat te kunnen in onze scene. Mm-hmm. En eigenlijk nu pas na 3 jaar dat ik bezig ben met Apex en Spoontech, krijg ik gewoon steeds meer respect in de scene. Ja. Kijk, sowieso voor een vrouw is het misschien anders in de scene. Ja. Ik vind dat iets van een verschil maken. Want dan kan ik zeg maar ook die mama-rol hebben bij de jongens. Ja. Ga gewoon door, ook al zijn er tegenslagen. Geef niet op, wees jezelf, volg je gevoel. Ik had nog wel wat dingetjes. Oh, blijf vooral gewoon leren. Ja. Blijf leergierig en vraag ook mensen om hulp. Ga niet denken van ik moet het allemaal zelf doen. Ik heb heel veel zelf uitgezocht in het begin. Ik echt dacht van ja, maar niemand kan mij dit vertellen. En nu heb ik ook gewoon mensen die aan mij vragen, oh, maar hoe doe jij dat? En dacht, wauw, ik wou dat ik toen iemand had die dat mij kon vertellen. Ik wilde vragen, je zei net al van, ik vind het niet heel anders als vrouwen zien. Denk je dat dat wel mee heeft gespeeld in het begin, dat je niet serieus werd genomen in zo'n mannenwereld? Want ja, ik ben specifiek eigenlijk ook meer vrouwen in het interview, omdat ik gewoon aan mezelf merk van ja, mijn kanaal is 90% man. Ja. En heb je daar zelf een gevoel bij of... Nou, ik denk dat ik daar niet per se bewust mee bezig ben geweest. Komt ook omdat ik heb als manager in de horeca gewerkt. Maar daarvoor ben ik ook kok geweest. En dat is natuurlijk ook een mannenberoep. Ja. Dus ik denk dat ik dat zelf ook wel een beetje al gewend ben. Mm-hmm. Dus nee, niet per se denk ik. Alleen, ja, mensen die... Er waren vooral... Ik was altijd de vriendin van. Zo kenden mensen mij. Want ik was altijd mee. En dan was ik altijd gewoon... En nu ineens was ik Wendy. Ja. En dat heeft voor mij ook echt wel 1,5 tot 2 jaar geduurd dat ik Wendy was in plaats van de vriendin van. Want het was al 1,5 jaar mijn ex. Ja, maar ja. Dus dat zeker wel. Maar ik heb daar niet per se last van gehad, denk ik. Nee. Nee, ik vind het juist wel stoer eigenlijk als vrouwen het zien. Het hoeft niet alleen mannen te zijn. Nee, absoluut. Ik ben het helemaal mee eens. Dat is ook een van de redenen dat je zit naast dat je gewoon supergoed werk doet. Ja. Is het ook gewoon echt superleuk. Stel, we zitten hier over 5 jaar weer. Wat zou je me dan vertellen? Waar ben je dan in je leven? Waar ben je dan mee bezig? Nou, ik zal nog steeds dat zijn, want dat is mijn persoonlijkheid. Ik denk sowieso, ik hoop eigenlijk gewoon dat het team steeds groter wordt. Mm-hmm. Wat ik nu om me heen heb. Ik heb al best wel veel mensen om me heen verzameld. Wat ik heel leuk vind is dat mijn hele concept gaat natuurlijk om het laten groeien van talenten. En dat is ook wel heel erg, dat doe ik niet alleen met artiesten, maar dat doe ik ook wel een beetje achter de schermen. Zo is onze designer, die nu inmiddels de designs voor Apex doet, was 19 dat ik met hem begon. Nou, hij heeft de eerste 2 evenementen flyers ook gemaakt. En toen heel veel van Upcoming Records, daar hebben we inmiddels een template voor. En nu met Apex hebben we weer designs. En ik werk nog steeds met hem samen. Ja. Het leuke is dat je dan ook met elkaar meegroeit. En ik, dat vind ik nou persoonlijk, kan bij hem ook echt gewoon zijn ontwikkelingsproces inzien. Zeg maar. Dat vind ik echt heel gaaf. En zo zijn we eigenlijk gewoon heel erg mensen om ons heen aan het verzamelen. Zo onder andere is er nu een jongen bij ons gekomen die bijvoorbeeld de social media doet voor Upcoming Records. Mm-hmm. Volledig. En eigenlijk wil ik hem stapje bij beetje...
ik hoef het hem niet eens te vragen, want hij zegt, ja, mag ik nog nieuwe dingen leren? Ik vind het superleuk. Oh, tof, ja. Ja, dat vind ik helemaal geweldig. Dus het stapje bij beetje leert hij steeds meer. En zo wil ik hem ook steeds meer gewoon met ons mee laten groeien. Ja. En dat is eigenlijk met Apex ook, met bijvoorbeeld onze videojongen, die ook echt gewoon vanaf het begin af aan erbij is en ook kan zien wat we doen en eigenlijk nu met alles meegroeit. Dus ik hoop uiteindelijk gewoon straks een team te hebben met managers, andere managers die de jongens een rij hebben, bij wijze van onze vaste camerajongen of misschien wel twee. Designers, video editors of whatever. Ik hoop gewoon dat we straks echt een team hebben. Ja. Dat zou ik echt wel heel vet vinden. Ja, ja. Dat is echt wel een doel. En dan ook gewoon lekker een groot kantoor. Ik hoop een groot kantoor waar ook een studio bij zit. Dat zou tof zijn, ja. De ideale situatie zou zijn een pand met een studio voor elke artiest van ons. Mm-hmm. En dat ze dan ook met elkaar, zeg maar, de studio's bij elkaar hebben. Dat je lekker met elkaar kan lunchen en met elkaar kan overleggen. Dan weer je eigen studio in. Zo is het echt ideaal, ideaal. Maar goed, ja, we gaan het wel zien. Stap voor stap. Ja, ja, kijk, de doelen zijn altijd groot. Ik ben wel, ik hoop dat ik over 5 jaar zeg dat ik nog steeds 5 bedrijven heb en niet inmiddels 10 of zo. Ergens moet je een keer afrennen. Ja, dit was eigenlijk, de 5 was wel niet de bedoeling. Ja. Maar goed, dat was goed. Maar dit is wel iets waar ik het nu echt wel wil bijhouden, bij wil houden. Ja, nee, we gaan het zien. Ik hoop gewoon dat we een groot team hebben straks. Ja. En dat we echt een basis hebben met elkaar. Ja, dat zou heel tof zijn. Ja, ja, zeker. Ja, en ook voor de jongens denk ik dat dat zeker. Ja, zeker. Ja. Als laatste wil ik je natuurlijk vragen. Je zit al een tijdje in de scene en je werkt natuurlijk met al die gasten. Heb je grappige verhalen voor ons? Gewoon dat je denkt van dit was echt, echt heel erg leuk. Ja. Er zijn natuurlijk wel heel veel grappige dingen. Voor mij persoonlijk, wat ik echt heel erg grappig vond, en hij gaat me waarschijnlijk haten dat ik dit vertel, maar ik moet het gewoon vertellen. Dat was met Cryex naar de eerste grote boeking, Decibel. Ja, volgens mij heb ik het. Uit de contest gewonnen. Ja. En we waren onderweg daar naartoe, dus ik was helemaal voorbereid, super zenuwachtig. Maar dat kon ik niet aan hem laten merken, want hij was al zenuwachtig. En ik zei, nou, ik heb van alles mee en ik heb ook stiften mee. En stiften? Hoezo heb je stiften mee? Dus ik, misschien moet je wel een handtekening uitdelen. Ja. Jezus, hé, denk je dat nou echt? En ik dacht, oké. Nou ja, goed. We zullen het zien. Nou, het was echt, hij heeft minstens 20 handtekeningen gezet. Dus dat vond ik natuurlijk heel prachtig. Ja. Ik heb nu standaard altijd een stift bij me. Altijd. Ja. Ja, dat vind ik wel echt een heel leuk ding. Ga ik er nog eentje vertellen? We hadden Writers Camp begin dit jaar. Mm-hmm. Huisje gehuurd, begin van Apex ook. Huisje gehuurd, daar hebben ze de track Apex voor mijn Forces gemaakt. Er is zo'n dingetje, dat weet jij inmiddels ook, bij ons in het team met ijs. Ja. Smear of ijs. En er waren natuurlijk weer een stuk of 6 of 8 flessen ijs mee. Ja. Het is dus een dingetje, sommige mensen kennen het misschien, maar dat je een fles ijs ergens verstopt. En op het moment dat je er een vindt, moet je hem opdrinken. Ja, ja, weet je, en op een gegeven moment lagen er flessen ijs bij mensen in bed. En stond het voor de deur, net als je bed uitkomt, dat er een fles ijs daar staat. Echt overal. Ja. En zo hebben we dat ook een keer gehad met een boeking in Groningen. Dat was voor mij de eerste keer met ijs. Mm-hmm. En dat was 's middags al. En ik dacht, nou, we hebben gewoon een huisje gehuurd. Maar goed, ik moet wel rijden en dat soort dingen. Nou, uiteindelijk had ik 's middags al 2 van die flessen smeer of ijs gevonden. En moest ik dus opdrinken. Dus ik kwam gewoon echt aangeschoten op dat moment. En dat heb ik echt nooit. Want ik ben ook echt wel, tuurlijk, iedereen kent me ook als wijndie. Ik drink graag wel een wijntje, maar ik ben me wel bewust van joh, ik ben aan het werk. Hè? Ik wil professioneel overkomen, dus je zal mij niet lang zien. Maar toen kwam ik al wel een beetje, gezellig, zo binnen. Ja. Dus dat was wel vrij intens. Ja, dat ijs, dat is wel een dingetje bij ons. Ja, superleuk toch om zoiets te hebben ook. Ja, ja, zeker. En dat maakt ook dan wel weer, zeg maar, ja, het is ook standaard nu. Die jongens hadden Cryex, Fasto, ook een van de jongens van Resterdex, MC Synergy, allemaal een eigen huis tijdens corona. Allemaal verhuisd tijdens corona. En wat is het cadeau? Voor de vriendin de bloemen en voor de jongens de ijs. Zoals het hoort. Ja, dat is gewoon een dingetje in het team, geloof ik. Ja, ja, superleuk.
ik wil je super bedanken. Ik vond het een superleuk gesprek. En ook leuk is om de andere kant te zien. Ik spreek altijd genoeg artiesten. Maar de achtergrond gebeurt natuurlijk ook heel veel. Wat mensen vaak niet meekrijgen. Ja. Als jullie nog vragen hebben, laat ons weten. Dan doen we ons best om ze te beantwoorden. Zeker. En ik zou zeggen, like en abonneer. Volg alles en iedereen waar we het over gehad hebben. Staat allemaal in de beschrijving. En tot de volgende keer. Super, dankjewel. Dankjewel, superleuk. Doei. Al dat de haren eraf? Ja. Zo. Ja? Nee, jij bent het. Oh, ben ik word echt nooit gebeld. Ben ik degene die door een artiest gebeld wordt? Dat is wel heel typisch, hè?